Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 2 van de Eredivisie en natuurlijk naar de Europese wedstrijden. Er zijn superveel mensen bijgekomen, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd dat er zoveel mensen tegelijk in een speelronde die niet de eerste speelronde is bij zijn gekomen. Dus welkom allemaal, ik hoop dat jullie het allemaal volhouden. In ieder geval zijn er al goede punten gescoord door de nieuwe deelnemers, dus goed bezig en hou vol, laat ik het zeggen. We beginnen bij de Europese wedstrijden. PSV en tegen Monaco werd 2-2, maar PSV won gelukkig in de verlenging door een goal van Luc de Jong. Dus PSV is door naar de volgende ronde. FC Twente moest tegen Kukariki en dat werd 4-1. En AZ won met 7-0 van Dundee United. Dan waren dit de uitslagen van de tweede speelronde van de Eredivisie. Excelsior moest tegen Vitesse, dat werd 3-1. Go Ahead Eagles PSV werd 2-5. FC Emmen RKC werd 1-1. Ook FC Utrecht en Cambuur speelden gelijk 0-0, net als Feyenoord en Heerenveen, dat werd ook 0-0. Volendam tegen NEC werd 1-4. Ajax Groningen werd 6-1. Twente won met 3-0 van Fortuna Sittard. En zoals altijd was Sparta AZ weer een spektakel. Dat werd 2-3. Dan is op dit moment dit de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 6 punten. Zowel op PSV, Excelsior, Twente als AZ hebben ook 6 punten. Feyenoord staat 6e met 4 punten. NEC staat 7e met 3 punten. RKC, FC Utrecht en Heerenveen hebben 2 punten. Sparta staat 11e met 1 punt. Net als Cambuur, Volendam, Emmen en Groningen. En onderaan staan Fortuna, Vitesse en Go Ahead Eagles met 0 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Thijs staat nog steeds bovenaan, dat stond hij de vorige keer ook, maar nu weer met 19 punten. Dan komt een nieuwe in de top 8 en dat zijn er wel meerdere. Maar deze keer Trappy Door Official met 17 punten op de tweede plek. Jurgen, Joey, Stan en Danny staan derde met 16 punten. En Mikey en Thomas staan zevende met 15 punten. De volledige stand is te vinden in de beschrijving. En zoals jullie zien, wordt een beetje overgenomen door alle FC Twente supporters. Want niet alleen vorige week, maar ook deze week weer een FC Twente supporter. Niet één, maar twee FC Twente supporters als weekwinnaars. Gefeliciteerd daarvoor. Trappidoor en Thomas natuurlijk. Dan gaan we deze wedstrijden voorspellen. Oh, ik zie dat er iets fout is gegaan, maar negeer dat op het scherm. Rangers moet tegen PSV en dat gebeurt dus eerst voor PSV uit. Fiorentina ontvangt FC Twente en AZ moet thuis tegen, hoe heet die club ook alweer? Gil Vicente, zoiets heet die. Een Portugese club in ieder geval. En dan gaan we natuurlijk naar de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 3 van de Eredivisie. Het zijn er maar 7, want zowel FC Twente als PSV hebben hun wedstrijden laten verzetten. Ik vind dat altijd een beetje raar, maar ja, ze hebben het toch gedaan. FC Twente ontvangt Heerenveen, Fortuna moet thuis tegen Cambuur. FC Emmen ontvangt FC Utrecht, FC Groningen moet tegen Go Ahead Eagles, RKC moet tegen Feyenoord, AZ ontvangt NEC en Sparta moet thuis tegen Ajax. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel erg bij de volgende aflevering van Eredivisie Voorspellen. Adios, amigos.